Hallo en welkom bij een nieuwe review. Wat heeft Ahmed me dit keer opgestuurd? Vegetarische hamburgers. Tjonge. Nu ben ik een echte man en heb ik dit prachtige godenlijf niet zomaar gekregen. Daar heb ik heel wat liters bier voor moeten drinken, maar ook heel veel hamburgers voor moeten eten. En vegetarische hamburgers, dat kan dus niet. Want hamburgers zijn gemaakt van dood dier. Ik heb hier eentje van Garden Gourmet, Vega Burger, Burger Deluxe van de Appie de Heijn. En er staat nog zelfs een sticker op, de beste uit de test. Nou, dat is ook leuk. En die van de vegetarische slager, dat is dan de MC2 Burger. Goh, wat een leuke naam, leuk bedacht. Nou, dan ga ik ze wel even bakken. Dan beginnen we met die van Garden Gourmet. Dit hebben ze al een streepje ingezet, maar goed, we gaan toch maar even grillen. Dan hebben we deze, dat is de Albert Heijn. Daar hebben ze kleine streepjes ingezet. En dan heb je deze, dat is een soort, ja, een soort koek. En dat is van de vegetarische slager. Terwijl ze even in de pan liggen, gaan we even kijken wat er nou precies in zit. Hier de vegetarische slager. Het ziet een beetje uit als een jodenkoek. Heel veel soja, 71%. Een ui, vrije uitloop, kippenei, vitamine B12. Nou, dat moet dan een beetje opvangen dat je geen vlees eet. In Albert Heijn, daar zitten dus al streepjes in. 53% soja, dus hier de 71, hier 53%. Dus wat ze hier dan voor de rest hebben ingegooid. Oh, er zit heel veel tarwe in. En Garden Gourmet, die hebben helemaal overdreven met die zwarte strepen. Het lijkt wel of het net van de grill afkomt. En jij en ik weten dat het allebei niet het geval is. Oh, hier zit ook minder soja in. Hier zit ook 57% soja in. Dus deze twee hebben geen E-nummers. Die van Albert Heijn heeft wel E-nummers. En is het beste getest. Raar. Allee. Kijk, ik heb ze dus gebakken. Die van Gourmet en Appie zijn zwart geworden. En die van de vegetarische slager is bruin gebleven. Omdat ik nogal van hamburgers hou en niet helemaal kapot wil gaan aan de saaiheid. Mijn vriend ketchup. En er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen, ja, maar dat is een beetje oneerlijk, want met ketchup maak je een drol lekker. Klopt. We beginnen met Garden Gourmet. Dan gaan we naar de vegetarische slager. De vegetarische slager met de MC2 burger, met een knipoogje naar McDonald's. Zoals je ziet is deze veel platter. Hamburger, 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 hamburger. Geen reet aan. Nu de best geteste. Die van Albert Heijn. Maar dat is ook een deluxe. Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big Mac. Whopper, 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 Whopper. Vegetarische slager. De Mac 2 Vega Burger krijgt van mij een 4. Dan Garden Gourmet. Krijg van mij een prachtige 6. En de winnaar van de vegan-hamburger Jans Review is geworden de Albert Heijn Burger Deluxe. Want deze lijkt net op een hamburger van vlees. Nom, nom, nom. Lekker man.